super spannend. Eindelijk, moment of truth. De 10 lagen landen voor je. Daar zijn jullie allemaal weer. Daar zijn jullie allemaal weer. Geosien, Daphne, Rebecca, Elise, Mariska, Milan, Luc, Lucien en wie ik allemaal vergeet, Jeanette, Chris. Leuk dat jullie er allemaal weer zijn. Ongelooflijk gezellig. Ik heb een colaatje bij me. Geen frietje, geen patatje, maar gewoon lekker gezellig met jullie. En ik heb er zo ongelooflijk veel zin in. Ik heb er zoveel zin in, want we hebben twee zulke leuke onderwerpen. Maar voordat we eraan beginnen, ben ik vooral ongelooflijk benieuwd hoe het met jullie gaat. Want we zijn in een nieuw jaar. We zijn inmiddels zover dat we hopen dat corona niet meer terugkomt. Amber, hallo, Pascal, Clara, Gert-Jan, leuk, gezellig, Minerva, leuk dat jullie er al zijn. Ja, dat is M, Dir M is er ook. Gezellig, gezellig, leuk dat jullie er allemaal zijn. Wauw, we gaan er een gezellig uurtje, anderhalf uurtje van maken, waarbij we twee hele leuke onderwerpen hebben. Het eerste onderwerp is de Dutch Geocoin 2022, want hij komt er weer aan. De ontwerpwedstrijd voor de Dutch Geocoin 2022. Alles daarover zometeen. En natuurlijk heb ik Tony, de organisator van de Dutch Geocoin, even gevraagd om er wat over te komen vertellen. En dan gaan we het hebben over dat Team Lage Landen 2022. En jullie zijn natuurlijk vooral benieuwd zometeen naar die Team Lage Landen Geocoins 2022. Nou, ik kan je vertellen, ze zijn geweldig, geweldig, geweldig. En gedurende deze uitzending ga ik ze jullie laten zien.
Want ze zijn echt... Oh, ik wou dat ik ze... Ik heb een van de versies hier in mijn hand. En daarachter, dat zie je nu niet, staat een doosje met al die geocoins erin. Ik ben er zo enthousiast over. Dunk Hertog, goedenavond. Edith, goedenavond. Jacco van de Heimusjes, net... Nou ja, eigenlijk hartstikke mooi op tijd, want we zijn gewoon net ingestapt eigenlijk. Leuk. Leuk dat jullie er allemaal zijn. We gaan gewoon maar, denk ik dan, beginnen met het eerste onderwerp. We gaan gewoon beginnen met het eerste onderwerp, let's go. Yes, eventjes de muziek wat zachter zetten, die staat wel heel hard hier. En bij jullie ook waarschijnlijk. Eens eventjes wat zacht te zetten. Oh, en wat is het spannend. Ik zie Minerva en Daphne en Mariska al zeggen. Oh, ik ben zo benieuwd. Nou, blijf hangen. Blijf echt hangen. Want hij is echt ongelooflijk gaaf. De Dutch Geocoin 2022. Ik neem jullie eventjes mee. Naar 2 jaar terug alweer. Want 2 jaar terug. En ik open mijn website eventjes. 2 jaar terug hebben jullie allemaal ontworpen voor die Dutch Geocoin 2020. En we gaan eens eventjes kijken op mijn site, want daar staan ze natuurlijk allemaal nog. Oh, daar staan ze natuurlijk allemaal nog. Dutch Geocoin 2020. Gaan we eens eventjes kijken, want er waren toen al prachtige ontwerpen allemaal. Hè. Moet je kijken, jullie hebben toen in 2020 echt massaal ingestuurd. Een heleboel mooie ontwerpen zaten erbij. En ik denk dat we daar toen 3 of 4 live streams ongeveer over hebben gedaan. Ik heb ze iedere keer laten zien. En uiteindelijk is daar natuurlijk gewoon een geweldige ontwerp uitgekomen. En ik neem jullie nog even mee. Naar de winnaar van de Dutch Geocoin 2020. Dat was nog tijdens, weten jullie het nog, 2020. De huisarresten tijdens de echte coronapandemie. Dat we allemaal thuis moesten blijven. Dat we allemaal huisarrest hadden. 2020 Dutch Geocoin. Tony en ik presenteren hier de winnaar. Waarbij het zo was bij die huisarrest dat Tony niet goed verbinding kreeg. Maar hier even dat momentje nog. Het blijft spannend, maar uiteindelijk is er wel een duidelijke winnaar uitgekomen, ja, waar de meeste mensen op gestemd hebben. Aha, oké. Okay. Nou, dan volgens mij moeten we dan maar gewoon bekendmaken welke coin het is. Kun jij eens noemen welke naam van de coin gewonnen heeft? De winnaar is... Muntnummertje 37, dat is die met de molens aan de oude en de moderne molen aan de voor- en achterkant. Yes! Woe, dat is het, jongens, dit is hem, dit is de coin! Hoppakee! De Dutch Geocoin 2020, Ja, geweldig was dat. En Daphne zegt, natuurlijk weten we dat nog. Ja, natuurlijk weten we dat nog. En die coin is geweldig geworden. Hè? Moet je kijken, dit is hem. Hè? Een ouderwetse molen op de ene kant, op de voorkant. En als je hem dan omdraait, op de achterkant, een nieuwe molen, een nieuwe windmolen. Hoe geweldig is dat? Hij is echt heel erg mooi geworden. Ik heb hem in mijn verzameling zitten natuurlijk. En ik weet velen van jullie ook. Toen gingen we een jaar verder. Want ik neem jullie even mee. Jullie gaan zeker al lang mee, Rebecca. Jullie gaan al heel lang mee. We zijn alweer 2 jaar verder. Nou, we gaan 1 jaar terug. Even naar mijn website. Weer terug. Weer even naar beleving. Weer even naar de Dutch Geocoin. En dan gaan we dit keer naar de Dutch Geocoin 2021. Want ook in 2021 heeft Tony weer een wedstrijd georganiseerd voor de... dan moet ik even kijken. Dit was de 17e jaar dat de serie Dutch Geocoin al bestaat. En ook deze 17e keer kwamen jullie met allemaal geweldige ontwerpen. Echt hele mooie ontwerpen. Het was gewoon net als de vorige keer, maar ook dit keer en vast de komende keer ook, wordt het super moeilijk om te kiezen. Maar uiteindelijk moet je natuurlijk toch een keus maken. En ik neem jullie ook weer even mee naar 2021. Naar de winnaar van de Dutch Geocoin 2021.
21. Ook Tony en ik waren weer aan het presenteren. De prijskoe valt af. Helaas, ja. Hele mooie coin. Ook de Spirit of Geocaching valt af. En blijft er dus eigenlijk nog maar één coin over. En ik zet hem even ietsje groter in beeld. Kunnen jullie hem goed zien? En dat is geocaching in Holland. Dus dat betekent, Tony, dat de ontwerper van geocaching in Holland de ontwerper is van de Dutch Geocoin 2021. Hè? Dat klopt, hè? Ja. Yes. Beste kijkers, dames en heren, dit is de Dutch Geocoin 2021. Dutch Geocoin 2021. Woe! Jouw, we zaten nog midden in het feestje, Tony. Oh, heerlijk. Ook een mooi momentje was dat. Heerlijk. De Dutch Geocoin 2021. En ik zou heel graag willen dat ik jullie die Dutch Geocoin 2021, dat is alweer 2 jaar geleden, of 2 maanden geleden 2021, dat ik hem jullie kon laten zien. Maar er is een en ander gebeurd met die coin. En hij komt hoor, hij komt. Dat beloof ik jullie, maar er is een en ander gebeurd met die coin. En ik heb van de week even met Tony geskyped en hem even gevraagd hoe dat nou zit met die Dutch Geocoin 2021. Waarom is die er nog niet? Hey Tony, goedenavond. Hoe is het met je? Ja, maar goed. Goed zo. Mooi, ja. Goed om te horen. Hey, ik zei net, hè, ik heb net even die prachtige ontwerpen van die Dutch Geocoin 2020 laten zien. Die hartstikke mooie ontwerpen van 2021. En we vroegen ons gewoon met z'n allen af, hoe zit het nou met die Dutch Geocoin 2021? Kun je daar iets over vertellen? Dat is wat minder goed gegaan dan ik had gehoopt. Het was een ontwerp waarvan ik dacht, dit is makkelijk te maken. Die kunnen we in ruim op tijd geproduceerd krijgen. Ja. Alleen helaas is het in China wat minder gegaan. Er was iets met een virus, geloof ik. Oh ja. Waardoor wat dingetjes gebeurden. Op zich was het ook allemaal te overzien. De munt is naar Nederland gestuurd. Ja. En die is toen bij de douane blijven liggen. En niets verder gegaan naar Saskia van Canobe, die normaal altijd verkopen doet. Dus ze waren eigenlijk al in Nederland, hè? Ze waren vorig jaar al in Nederland. Oh, ja. En toen? Alleen vanwege problemen met de douane zijn ze daarna weer teruggestuurd naar China. Oh. Dus, Oké. En nu, waar hangen ze nu uit? Ze zijn daarna weer vanuit China teruggestuurd naar Nederland. En op dit moment zijn ze waarschijnlijk ergens halverwege China en Nederland. Waar precies, weet ik niet. Ik heb nog net even contact gehad met Saskia. Die zegt inderdaad, ze zijn weer terug op weg naar Nederland. Maar ze kan nog niet aangeven wanneer dat ze aankomen. Dus dat is allemaal nog wel spannend. Oh, ja, duidelijk. En jij hebt contact met haar, neem ik aan. Hè? Dus jij kan ons op de hoogte brengen op het moment dat je denkt van, nu is hij in de buurt, nu is hij er, hè? Ik behoud inderdaad contact. En ik hoop ook dat op het moment dat ze binnenkomen, dat ik weer iets van Saskia hoor. Ja. En zo niet, ik hou gewoon regelmatig contact met Saskia van, hey, hoe zit het? Is er al nieuws? En, super fijn. Want er zullen vast een aantal mensen zijn die zeggen, nou, die Dutch Geocoin 2021, die wil ik echt wel hebben, al is het al 2022. En soms zit hij bij mij bijvoorbeeld, ja, hoort hij gewoon inmiddels in mijn verzamelingetje, zeg maar. Ja, Als mensen nou op de hoogte willen blijven van, hoe zit het met die Dutch Geocoin 2021? En ik wil eigenlijk op het moment dat hij er is, wil ik meteen weten dat hij er is. Wat kunnen ze daarvoor doen? Ja, ik heb al een kleine meninglijst van mensen die geïnteresseerd zijn in de Dutch Geocoin. Die hou ik dus per mail op de hoogte. Ja. Ik zou zeggen, als je daar ook op wilt, stuur dan eventjes een mailtje naar dutchgeocoin@gmail.com. Dat is het bekende adres waar ook de ontwerpen naartoe gaan. Ja. Dat kun je ook gebruiken om eventjes een berichtje te sturen van, hey, laat mij ook even weten hoe het gaat met de Dutch Geocoin. Ja. Dan
zet ik je op dat lijstje. En op het moment dat er nieuws is, dan krijg je van mij een mailtje. Oh, nou super fijn. Dat gaan we dan zeker doen. En laten we hopen, Tony, dat we heel snel van jou horen dat die Dutch Geocoin 2021 in Nederland is. Want ik ben wel ongelooflijk benieuwd. Ja, ik was even afgeleid, want ik kreeg een... Ik kreeg een belletje van mijn dochter. Maar we zijn zeker heel erg benieuwd. De Dutch Geocoin 2021. Hij is dus al in Nederland geweest bij de douane. Hij is weer teruggegaan naar China. En inmiddels is hij onderweg naar Nederland. En stuur dus dat mailtje naar Tony. Als je wil dat... Wacht, ik word even... Volgens mij word ik geroepen. Wacht even. Oh nee. Nee, ik dacht dat ik geroepen werd. En hij is dus onderweg. Stuur dat mailtje naar Tony als je op de hoogte wil blijven van waar die Dutch Geocoin is. Want hij moet ongelooflijk gaaf zijn. Ik zie de Rebecca zeggen, de douane vond het ontwerp zeker niet mooi. Nee, geweldig. Nee, ik neem aan dat het gewoon een invoerdingetje is geweest of zo. Misschien dat iemand Lars antwoord kan geven in de chat. Die stelt een vraag, hoe kan ik mijn Garmin Dakota 10... updaten. Wie weet heeft iemand verantwoord voor jullie. En we gaan door, want we gaan natuurlijk onderweg naar de Dutch Geocoin 2022. En wat we daar allemaal gaan doen met die Dutch Geocoin, dat kan Tony natuurlijk veel beter uitleggen dan dat ik dat kan uitleggen. Tony, hoe zit het met die Dutch Geocoin 2022? Oké, Tony, Dutch Geocoin 2022. Eind mei moet die klaar zijn, hè? Klopt dat? Eind mei 2022 moet het ontwerp er liggen. Dan gaan we de stemming houden in mei. Dat ja. Betekent dus eigenlijk dat de ontwerpen al af moeten zijn voor eind april. Ja, precies. Oh ja, voor eind april de ontwerpen af. En dan hebben we de verkiezingsmaand. Ja. En dat eindigt dan met een stem-event, want we mogen weer events organiseren. Dus ja. We gaan weer een stem-event doen. Oh, leuk. Superleuk. MTB, wat we de afgelopen jaren hebben gedaan als ja. Alternatief. Een stem-event waar mensen naartoe kunnen komen om op de mooiste munten te stemmen. Ja. Of ook weer op de logjes hun keuze kenbaar maken. Dus eigenlijk net zoals... Stem-TB ja. Hebben gedaan. Ja, dus eigenlijk net zoals in 2020 en 2021. Hè, het stemmen gaat nu gelukkig kan het ook op een event. Hè, nu corona hopelijk ja. Redelijk voorbij is en die events weer kunnen. Maar het kan ook nog steeds als je niet naar het event komt, toch? Als je niet naar het event komt, dan kun je altijd door middel van een write note je keuze kenbaar maken door een write log te schrijven op het event. Super. Ja, en dan de uitslag. Wanneer zal die bekend zijn? Is dat eind mei dan al? Is dat direct na het stem-event? Of heb je dan bijvoorbeeld nog een week nodig om te kijken wat de uitslag is? Nee, ik gebruik de computer daarvoor. Dus op het moment dat ik de laatste stem heb, moet ik ze even invoeren. En dan is het een minuutje rekenwerk voor de computer. En dan hebben we de uitslag. Oh, super. Dus dat is vrij snel na het stem-event dan, hè? Eind mei of begin juni? Ja, klopt. Oh, nice. Super. Top. Dat stem-event, hè? Heb je daar al iets van een locatie voor? Nog niet. Ik probeer hem meestal niet altijd op dezelfde plek te houden. Wel een beetje centraal in Nederland. Dus als mensen suggesties hebben, dan houd ik me daar voor aanbevolen. Oh, nice. Ja. Dus als er nu kijkers zijn, misschien wel ontwerpers voor de Dutch Geocoin 2022, dan die zeggen... Tony, ik heb een super goede locatie en ik heb misschien nog wel een eventje, misschien nog wel een celebration eventje ergens liggen. Dan kunnen ze jou mailen, hè? Ja, dat kan. Top. En kan het dan ook naar dutchgeocoin@gmail.com? Kan ook, ja. Super fijn. Het Geocoin adres, zeg maar. Daar kan alles naartoe. Ja, oké, duidelijk. Dus dat is sowieso een oproep. En nou is het zo dat je nu de events weer mogen, het jou ook een leuk idee lijkt om ontwerp-events te organiseren, hè? Ja, dat hebben we voor corona hebben we ook altijd de Geocoin ontwerp events gehad. Ja. En daar, wat je natuurlijk normaal doet bij een event, we komen gezellig samen, we kletsen wat over geocaching. Maar nu dan met als extraatje dat er ook over de Geocoin gepraat kan worden en ook ontworpen kan worden. Oh, super.
wat de organisatoren dan meestal doen is ook wat stiften, potloden klaarleggen. Wat papier met een cirkel erop, zodat je makkelijk je munt kunt inkleuren. Dat, ja. dat helpt ook altijd om ontwerpen te maken. Er zijn zelfs mensen die een ontwerper van een vorige editie weten te strikken. Oh, dat is natuurlijk ook leuk, ja. ja. Om te vertellen over hoe dat ze hun munt hebben gemaakt. Ja. Het zijn allemaal ideeën die je kunt doen. Oh, superleuk. En dan is dan want die ontwerp-events, die zijn er nu nog niet, hè? Nee. En je wil eigenlijk een oproep doen, begreep ik, over voor mensen die in Nederland ergens op hun eigen locatie, kan me voorstellen, hè? Dus in hun lokale gemeenschap denken van, nou, ik ga zo'n ontwerp-event organiseren. Ja. Als ze dat nou willen doen, hoe kunnen ze dat bij jou aangeven? Hoe werkt dat? Als ze nou een Nou ja, ze kunnen natuurlijk altijd gewoon een event indienen bij hoe ze normaal ook altijd een event indienen. Ja. Om het makkelijker te maken heb ik al wat HTML-code klaargezet. Waarbij eigenlijk alleen de datum en de locatie van het event hoeft te worden ingevuld. Ja. Mooi. Dus dat zo zonder verdere kennis van HTML en dingen gewoon insturen. Ja. Dus dat maakt het dan makkelijker. Ik krijg geen melding van events die in Groningen of in Leeuwarden of in Maastricht hebben. Nee. Dat is net buiten mijn grens van waar ik alert krijg. Ja. Dus dan is het wel fijn op het moment dat het event is, dat ze mij ook een mailtje sturen. Zo van, ik heb wel een event. Nou, dan maak ik daar ook weer reclame voor op de fora. En ik geef het aan van, er zijn dan en dan events. Kan ik ook bij jou natuurlijk in de vlog vermelden. Ja, nou zeker. Over hebben. Nou zat ik ook meteen aan te denken, want als mensen dus nu denken ergens in Nederland van, ik lijkt me superleuk om zo'n ontwerp-event te organiseren. Ik ben zelf eens op een event geweest bijvoorbeeld, ik weet niet eens meer waar dat precies was, maar daar lagen inderdaad al allemaal knutselspullen lagen er klaar. Er was ook inderdaad een ontwerper van een van de vorige Dutch Geocoins. Ja, en het was gewoon super gezellig. Je kon daar kleuren knutselen en je ontwerpen inleveren. En die deden vervolgens mee aan de, ik zal maar zeggen, aan de ontwerpwedstrijd, hè, van de Dutch Geocoin 2022. Ja. En ik denk dat het inderdaad heel leuk is. Ik zal, als één van jullie zegt, of meerdere mensen zeggen, nou, het lijkt me leuk om een ontwerp-event te organiseren. Stuur dan ook even naar dutchgeocoin@gmail.com dat je dat wil gaan doen. En misschien een GC-code van je event alvast. En dan zal ik proberen, samen met jou, samen met de organisator van dat event, zal ik proberen of we op een of andere manier in deze livestreams richting zeg maar de uitslag van de Dutch Geocoin 2022, om daar ook aandacht aan te besteden. Of we dat nou een live verbinding maken, of dat we nou gewoon video maken of foto's maken, of dat ik live met jou in gesprek ga. Moeten we maar even kijken. Maar dat is inderdaad een heel leuk idee, Tony. Dus bij deze de oproep voor mensen in Nederland die zeggen van, ik wil een Dutch Geocoin ontwerp-event organiseren. Dat moet dus wel voor eind april, hè, Tony? Ja, inderdaad. Dan moeten dus voor eind april moeten de ontwerpen binnen zijn. Dus moeten ook die ontwerp-events geweest zijn. Ja, oké. Okay. En als er nou, maar als er nu bijvoorbeeld 20 mensen opeens zeggen, ik wil een ontwerp-event voor de Dutch Geocoin 2022 organiseren. Kan dat dan? Ja, dan krijg jij het wel heel erg druk met video's maken, ben ik bang. Maar wat mij betreft, hoe meer events, hoe beter natuurlijk. Ja, precies. Hoe meer mensen mee kunnen doen, hoe groter de kans is dat we weer een ontzettend mooi event of ontzettend mooi ontwerp en een ontzettend mooie munt krijgen. Ja, precies. Nou, superleuk. Dus bij deze de oproep nogmaals, jongens. Als je denkt, ik vind het leuk om zo'n ontwerp-event te organiseren, waar dan ook in Nederland. Het zou mooi zijn als het natuurlijk een beetje verspreid is, hè, van noord naar zuid, naar west naar oost. Stuur dan even, organiseer hem sowieso natuurlijk, maar stuur het dan ook even naar dutchgeocoin@gmail.com, dat Tony er vanaf weet. En Tony laat het mij weer weten. En dan gaan we zorgen dat we een soort verslagje van je event maken in een van de streams. Super tof. Hey Tony, voordat iedereen zometeen van start gaat, hè, want we gaan natuurlijk weer opnieuw van start met het ontwerp van nieuwe Dutch Geocoin. We hopen weer heel veel ontwerpen te krijgen. Heb jij alvast wat tips van tevoren? Wat is nou handig waar mensen aan denken voordat ze zo'n coin gaan ontwerpen? Het allerbelangrijkste is natuurlijk het ontwerp. En er zijn er altijd een aantal standaard Nederlandse
onderwerpen die altijd terugkomen. Molens, tulpen, windmolens, fietsen. Daar hebben we al een aantal munten van gemaakt. Dus ik weet niet of dat nog steeds zo origineel is om dat te doen. Kaas hebben we nog geen munt over gehad. Is dat dan als je een typisch Nederlands onderwerp wilt hebben? Wat ik zelf altijd erg leuk vind, is een ontwerp wat een beetje betrekking heeft op het jaar waarin de munt uitkomt. Oh ja. En dat is dan vaak iets historisch. We hebben 400 jaar Michiel de Ruiter gehad. We hebben Olivier Bommel gehad, die zoveel jaar bestond. Jeroen Bos hebben we als ontwerp een keer gehad. Oh ja, ja. En nou ja, dit jaar, ik heb eventjes dit jaar allemaal speelt. We hebben bijvoorbeeld een Mauritshuis wat 200 jaar bestaat. Utrecht heeft 900 jaar stadsrechten. Zevenbergen heeft 750 jaar stadsrechten. Het is 500 jaar geleden dat de eerste en ook meteen enige Nederlander tot paus is verkozen. Ah, ja. En dan hebben we ook nog een jubileum van de Dolly Dots en van Bluff. Dus er zijn wat dat betreft super gaaf. Ja. Wat ik zelf vorig jaar heb gedaan, ik heb natuurlijk geen ontwerpen ingestuurd, maar wel gewoon eens gekeken. Hey, 2021, wat voor jaar is het nou? Je kan er eigenlijk gewoon naar googlen, hè? Ja, inderdaad. Ja. Het is gewoon googlen en dan vind je van alles wat... en de ster, voor ik kan me herinneren, vorig jaar was er een coin van een schrijver. En dat was dan zijn 100ste sterfdag of zo, geloof ik, ja, hè? Bijvoorbeeld, ja. Hugo de Groot was vorig jaar natuurlijk. Er waren een aantal ontwerpen die op Hugo de Groot betrekking hadden. Mm-hmm, ja, super gaaf. Het volgende wat ook heel erg belangrijk is eigenlijk heel logisch, maar ontwerpers staan er vaak niet bij stil. Een munt heeft twee kanten. Dus ja. Op het moment dat jij bedenkt van, oh, ik heb een geweldig idee, maak je een prachtige tekening en dan denk je van, oh, maar nu moet de achterkant ook nog. Ja. Wat we vragen bij de molens is dat natuurlijk ideaal, want dan heb je een ouderwetse Nederlandse molen en een moderne Nederlandse molen. Ja. Dat past heel erg goed bij elkaar. Het is vaak toch wel eventjes denken van, hey, wat zou nou mooi voor en achter bij elkaar aan kunnen vullen. Goeie tips. En tot slot ook belangrijk, zo'n munt moet gemaakt worden. Oh ja, ja. En voor de fabricage van zo'n munt zijn gewoon een aantal dingetjes die van belang zijn. Zo'n munt wordt geslagen, dat betekent eigenlijk dat het een, met een drukpers wordt daar een vormpje in geslagen. Bang, ja. Dat gaat echt met enorm veel kracht. En wat je dan hebt is eigenlijk een soort randjes die ingevuld kunnen worden met verf. En daar moet je dus ook met je ontwerp rekening mee houden. Wil je een gekleurd vlak in je munt hebben, dan zul je daar een metalen randje omheen moeten zetten. En het kan maar één kleur zijn. Je kunt niet zeggen van, oh, ik maak een prachtige zonsondergang die ik mooi laat verlopen van rood via oranje, geel, et cetera. Ja. Dat is een mooi ontwerp, alleen op het moment dat je zoiets instuurt, moet dat worden aangepast, zodat het ook een vlakje heeft met één kleur ergens. Ja. En dat zijn gewoon de... Ja. Ja. Nou ja, belangrijke tips inderdaad, ja. Mm-hmm. Nou, heb ik me laten vertellen, Tony, dat jij ook al bezig bent met een ontwerp naar aanleiding van het thema van 2022, hè? Ja, klopt. Zou je gewoon eens ter inspiratie voor de kijkers daar eens kort iets over kunnen vertellen, over jouw ontwerp? Ja. Nou, ik heb me laten inspireren door het feit dat het dus 500 jaar geleden was dat we een Nederlandse paus hebben. Mm-hmm. En het leuke is dat die paus toen ook een munt heeft laten maken om zijn verkiezing te vieren. En ik dacht, nou, het is misschien een leuk idee om die munt opnieuw uit te brengen als Dutch Diacoin. Ja. Oh, en, wat leuk, ja. Ja. Ja, dus ik denk van, nou, die gebruik ik als basis. Wat blijkt... die meneer die had dus ook niet helemaal door dat een munt twee kanten heeft. Dus die munt is eigenlijk maar aan één kant ontworpen. En aan de andere kant is hij helemaal vlak. Mm. Maar ja, dat geeft dus ons weer de mogelijkheid om de achterkant te gebruiken. Ja. Om daar op te schrijven van, hey, dit is de Dutch Geocoin. Ja. En hij gaat over het feit dat de eerste Nederlander als paus verkozen is. Ja. Nou, supermooi. Top. Nou, laten we hopen dat er ook dit jaar weer superveel ontwerpen binnenkomen.
Een heleboel mooie ontwerpen hopelijk. Ik ga een aantal streams doen tot en met eind april. Hè, dus tot wanneer die ontwerpwedstrijd stopt. En we zullen ook iedere keer terugkomen op de ontwerpen die binnenkomen. En bekijken wat voor prachtigs jullie allemaal insturen. Ook dit is weer, denk ik, Tony. Als je een ontwerp hebt, stuur het naar dutchgeocoin@gmail.com. Hè? Dat klopt, hè? Ja, klopt. Dan kan het naartoe. En dan komt het bij mij. Dan gaat het in de verzameling van alle ontwerpen. Komt je uiteindelijk ook op de site voor het ontwerp-event. Ja. Dat komt dan allemaal... Mooi. En dan gaan we jullie allemaal nog laten zien hoe dat werkt de komende weken, de komende maanden. En ik wil jou vast hartelijk danken, Tony. En wij gaan elkaar nog spreken en we hopen op een heleboel ontwerpen die binnen gaan stromen zometeen. Ja, ik ook. Super. Hey, dankjewel, ja. Hè. Dankjewel, Rogier, en tot de volgende keer. Tot later. Een heleboel ontwerpen. Laten we hopen inderdaad dat er een heleboel ontwerpen binnenkomen. En ik zie in de chat al, Elise zegt, weet je, ik voel die ideeën alweer opborrelen. Nou, hoe gaaf is dat, hè? Ga dus, ik neem jullie even mee naar mijn website trouwens. Kijk, neem jullie mee naar mijn website. Want ook daar staat inmiddels weer een tabblaadje bij de Dutch Geocoin. De Dutch Geocoin 2022. En daar zie je dat ontwerp van net van die paus, van de eerste Nederlandse paus, 1522, precies 400 jaar geleden, er al in staat. En hier op de site, overigens staat de link ook hieronder, zometeen onder deze video, staat ook waar je ontwerp nog een keer voor de zekerheid naartoe moet sturen. Kijk even op mijn site, Serogier Geovlogs, want daar staat alle informatie die je nodig hebt. Ik hoop dat jullie massaal gaan insturen. Misschien wel nog wel meer als in 2020. Misschien nog wel meer als in 2021. Want we gaan weer een geweldige coin maken. Nog even voor de zekerheid. Je kan nu beginnen met ontwerpen. Eind april stopt de ontwerpwedstrijd. Dit is mijn eerste livestream waarin ik jullie oproep. En in de tussentijd komen er nog twee. Wacht dus niet te lang met een ontwerp maken. Maar ga aan de slag. Ga tekenen, ga knutselen, ga achter de computer zitten. En maak een mooie coin voor en achterkant. Met de tips die je net allemaal hebt gehad. In de maand mei is de verkiezing, zou ik maar zeggen. Dus eind april is het stop. En in de maand mei krijgen jullie de mogelijkheid om te stemmen op de coin die jullie het mooiste vinden. Het ontwerp dat jullie het mooiste vinden. Eind mei is dan de definitieve uitslag. En eind mei zal Tony ook een ontwerp-event organiseren. Of in ieder geval, er zal sowieso een ontwerp-event, sorry, een stem-event zijn. Waarin je ook nog eens kan stemmen op de Dutch Geocoin als je aanwezig bent. En op de listing van die van dat stem-event kun je ook stemmen. Wil je nou een ontwerp insturen? Stuur het dan naar dutchgeocoin@gmail.com en zorg dat je er op tijd bij en dat je wat instuurt. Eens even kijken. Minerva zegt ook al, ik ga eens even nadenken. Daphne zegt super weer. Nou, ik hoop dat jullie allemaal massaal gaan insturen. Leuke ontwerpen. Nog eventjes een vraagje vanuit Tony. Twee vraagjes eigenlijk. De eerste vraag is, wie wil er een ontwerp-event organiseren? Een ontwerp-event. Ik heb dus aan hem gevraagd. Wat als nou 10, 20 mensen zeggen, ik wil een ontwerp-event voor eind april? Nou, dan maakt het niet uit. Neem even contact op met Tony via dutchgeocoin@gmail.com. En dan uiteraard kun jij een ontwerp-event organiseren. Hartstikke leuk zou dat zijn. En ik zorg ervoor dat ik in mijn livestreams terugkom op jouw ontwerp-event. Op wat voor manier dan ook. Foto's, video's. Gaan we wel even kijken hoe we dat doen. Wie organiseert er een ontwerp-event? Hoe meer, hoe beter. Tweede vraag vanuit Tony, want hij had nog een vraag. Is wie heeft er een leuke locatie voor het stem-event? Er komt eind mei een stem-event. En Tony zegt, nou, is er iemand in Nederland, het liefst zo centraal mogelijk, die het stem-event wil organiseren? Die een leuke locatie heeft voor het stem-event. Misschien zijn er mensen onder jullie die zeggen, nou, ik weet een toplocatie, redelijk centraal in Nederland. Nou, dan zou dat mooi zijn. Nogmaals, mail Tony even via dutchgeocoin@gmail.com. Wow, en ik hoop gewoon dat we de volgende keer, nu staat er eentje in, dat we de volgende keer al misschien 10 of 15 ontwerpen hebben. Want ik vind het allemaal zo gaaf. En wat we ook gaan doen is een professional volgende keer commentaar laten geven op de ontwerpen van de geocoins die jullie insturen. Maar dat doen we vanaf volgende keer. Ongelooflijk spannend, ga er gewoon lekker mee aan de slag en dan gaat het helemaal goed komen. Oh, deze had eigenlijk hard moeten staan, jongens. Zo.
ik had eigenlijk hard moeten staan. Want we gaan door naar het volgende onderwerp. Alright. Dat ging niet helemaal soepeltjes, maar ja, ik moet hier natuurlijk alles in mijn eentje doen, dus... komt goed. Alright. Team Lage Landen 2022. Het moment waar jullie allemaal op gewacht hebben, denk ik tenminste. Voordat ik begin, ga ik jullie even iets laten zien. Ik ga namelijk even naar een website. Ik ga namelijk even naar een listing toe. Want... Komende zaterdag, 5 maart, is er een event. Ik zal hem even ietsje vergroten. Is er een event. Roger nodigt uit. En dat is het eerste kleine, eigenlijk reclame-event. Voordat in september het grote Team Lage Landen-event is. En moet je eens kijken hoeveel mensen er al komen. Zaterdag alleen al. Moet je kijken, er zijn al 76 will attends. En heel veel van die 76 zeggen ook nog, ik kom met 2 of met 3 personen. Het wordt dus gewoon hartstikke gezellig. Het wordt dus gewoon hartstikke druk. Alleen komende zaterdag al 5 maart in Benschop, in het midden van Nederland en Vlaanderen. En ik hoop jullie er allemaal te verwelkomen. Want het lijkt me hartstikke leuk om jullie te zien, gezellig te kletsen. Ik neem natuurlijk de coins mee. Wat ook nog heel belangrijk is, zometeen. Maar daar gaat zometeen iemand wat meer over vertellen. Dus ik zal mondje dicht houden hier voordat ik alles alvast verklap. Oké. De coin. Lucien. De coin. Daphne. De coin. Minerva. Geocene. Jesse. Oh, we hebben een geweldige coin. Dit is hoe die eigenlijk begonnen is. Het eerste ontwerp van de coin. Want het was eigenlijk meteen duidelijk dat in ieder geval de gans Roger vertolk moest worden op die coin, hè, uiteraard. Dus het kon ook niet anders dat die coin in ieder geval in het thema was van de mascotte van Team Lage Landen. Van die gans die overigens ontworpen is door Chris van Team Snip en Snap. En we hebben dus ook toestemming om het te gebruiken. En samen met Minerva ben ik aan de slag gegaan. Waarbij Minerva vooral het creatieve brein was. Ik ga zo meteen wat dingetjes laten zien. Maar we hebben het op ons genomen. En het is een geweldige coin geworden. Daar staat hij in het hoekje. En ik ga hem zo meteen natuurlijk laten zien. We hebben over een aantal dingen... moeten nadenken. Eerste gedachte was, oké, hij moet in de vorm zijn van die gans Roger. En de tweede gedachte was eigenlijk meteen, nou, het zal wel heel leuk zijn als we ook verschillende uitvoeringen hebben. Als we een soort collectors item hebben. Dus een gouden en een zilveren en een normale. Dus dat hebben we bedacht van, oké, we willen in ieder geval hem in de vorm van de gans Roger. En we willen hem ook in verschillende... in verschillende uitvoeringen hebben. Dus in verschillende kleuren hebben. Vervolgens hebben we gedacht, nou weet je, het jaartal moet er natuurlijk op. En de uitspraak, de 10 lage landen uitspraak, avontuur is nooit ver weg. Die moet er gewoon op staan. Excuus. Avontuur is nooit ver weg, zie je dat op Instagram, op Facebook, op YouTube. Overal wordt die term inmiddels gebruikt. En die past inmiddels bij het positieve uitdragen van de geweldige hobby geocaching. Dus we dachten echt, Minerva en ik dachten, die moet er echt op die term. Avontuur is nooit ver weg. Nou, de gans Roger, die heeft natuurlijk een prachtige voorkant. Maar niemand wist nog eigenlijk hoe het kontje van de gans Roger er eigenlijk uitzag. Dus Minerva die kwam op het geweldige idee, laten we Roger een staartje geven. En laten we Roger een rugzakje geven. Hoe gaaf is dat? We kennen allemaal de voorkant van Chris, van Team Snip en Snap. Van alle Team Lage Landen caches waar heel vaak Roger ook, de gans Roger ook zichtbaar is. Het is inmiddels bijna het merk geworden van Team Lage Landen.
De achterkant was er niet. Dus Minerva zei, daar moet een staartje op. En hoe leuk is het als we daar een rugzakje op zetten. Gaaf hè, Daphne. Hij is nu al gaaf, hè. Oké, nou. Volgende wat er in ieder geval natuurlijk op moest, was een trackingcode. We moesten mooi plekjes vinden op die coins om de trackingcode te doen. We hebben allemaal plekjes bedacht waar die zou kunnen staan. Onder andere het hoofd, maar de trackingcode absoluut staat er absoluut op natuurlijk. Nou, dit resulteerde in een aantal weken tot misschien wel maanden. Tot een heleboel ideeën en een heleboel ontwerpen. En uiteindelijk kwamen we natuurlijk wel op een hele mooie coin terecht. Ik durf bijna niet naar de volgende dia te gaan. Maar we gaan naar de unboxing. We gaan naar de unboxing van de Dutch Geocoin 2000. Dutch Geocoin. Oh, Rogier wil opleggen. De Team Lage Landen Geocoin. Dutch Geocoin 2022. Koppels later. Maar de Team Lage Landen. De lang verwachte Team Lage Landen Geocoin 2022. Ah, wat was het een mooi moment toen dat doosje binnenkwam. Want ik mocht hem openmaken en ik neem jullie daarin mee. Wow. Echt super spannend. Eindelijk, moment of truth. De 10 lagen landen voor. Een hele doos. Wow, met 10 lage landen coins. Een hele doos vol met van die rotjes. In 3 verschillende uitvoeringen. Oh, ze zijn geweldig. Oh, ze zijn geweldig. Ze zijn super. Ik laat ze jullie natuurlijk even van dichtbij zien zo meteen. De 3 Geocoins. 10 lage landen. 2022 Geocoins. Kijk, hartstikke dik. Hij is met epoxy opgevuld. Je voelt al nette randjes. En hij glimt, hij is zwaar, hij is stevig, hij is geweldig. Ja, zeker in deze.
wow. Wat een Geocoin. Hij is echt zo ongelooflijk gaaf. En ik heb hier dus die hele doos vol met Geocoins. Een gouden, een zilveren nickel en een black nickel, zwart nickel. Hij is geweldig. Hij is ongelooflijk gaaf. Hij is echt heel erg gaaf. We hebben drie versies. We hebben de black nickel. Dat is deze. Hij is hartstikke mooi. Nu zie je hem nog eens mooi van dichtbij. Hij is dus met epoxy. Hij is helemaal opgevuld. Hij voelt nog net de randjes. Hij heeft een trackingcode en hij heeft absoluut een eigen icon. Hij heeft een eigen Team Lage Landen icon. En dat icon is het hoofdje van Roger de Gans eigenlijk. Nou, voor degene die het interesseert. Hij is 60 mm hoog. Hij is 35,1 mm breed. En hij is 4 mm dik. Hij is echt lekker dik. En lekker zwaar. Als je hem in je hand hebt, voelt hij echt als gewoon een massieve coin. Echt heel erg gaaf. Hij ziet er zo vet uit. Kijk even op mijn website als je hem wil hebben. Want daar staat allemaal wat je moet doen om hem, om hem te verkrijgen. En uiteraard op het event zometeen kunnen jullie hem ook allemaal bij mij ophalen en kopen eventueel. Oké, nog even naar de zilver. Hetzelfde verhaal. De zilver nickel is dit. Ook weer met epoxy. Hetzelfde verhaal. Lekker dik. Hij glimt lekker. En dat vind ik mooi aan die coins. Hij glimt zo heerlijk. En het Team Lage Landen schildje wat hij hier heeft is in de kleur met een beetje relief van het zilver zelf. Nou, de specs weer. Hetzelfde grootte als net. De kleurtjes erbij. En hier is dus inderdaad het schild is gewoon de zilver van de kleur van de coin. Deze is helaas al uitverkocht. Die is al uitverkocht. Ik weet niet of jullie het je herinneren, maar in de aankondiging dat er een coin kwam, heb ik jullie gevraagd, wil je er eentje hebben? Of wil je een setje hebben? Stuur mij dan even een berichtje. En van heel van zoveel mensen heb ik al een berichtje gehad dat die zilveren, waarvan er maximaal 30 stuk zijn, waarvan 10 lossen in de verkoop, zijn de 10 lossen al verkocht. Dus voor van de zilveren zijn er geen meer beschikbaar, tenzij je een set aanschaft. En ik laat je de goud nog even zien, want die is ook geweldig. Hij glimt zo mooi. Hè? Wat dat betreft ben ik net zo'n vogel die van die glimmende dingetjes pakt, weet je wel. Hij is geweldig. De specs voor degene die het willen weten. En van deze gouden zijn er maximaal gegarandeerd maximaal 20 gemaakt. Meer zullen er ook niet gemaakt worden. Van de zwarte zijn ze gewoon bij te bestellen natuurlijk uiteindelijk. Maar de gouden en de zilveren zijn er gegarandeerd 20 voor de gouden en 30 voor de zilveren. Niet meer en nooit meer dan dat. Kijk ook even op mijn website als je de hele set wil hebben. Want de gouden is alleen te verkrijgen in de set. En ik kan jullie verklappen dat die sets bijna op zijn. Er zijn maximaal 20 gouden. Betekent dat er 20 sets zijn. En die sets zijn bijna op. Dus wil je er eentje hebben, wees er dan snel bij. Wie het eerst komt, het eerst maalt. Zet het niet in deze chat als je hem wil hebben. Maar stuur mij op een andere manier een berichtje als je een set of een van die black van die zwarte coins wil hebben. Van die zwarte nickel coins wil hebben. Maar ze zijn geweldig. En ze zijn alle drie zijn ze geweldig. De set, als je de set in je hand houdt. Nou, hij is gewoon. Het is gewoon. Ik wil geen woorden in de mond leggen. Maar hij is geweldig. Hij is geweldig. Een aantal van jullie van die chat hebben hem al aangeschaft. Hebben de set al gekocht. En ik zie nu alweer wat berichtjes binnenkomen van mensen die een coin of een set willen hebben. Dus wil je er nog eentje hebben? Wees er dan snel bij. De gouden zijn bijna op, want die kan je alleen maar kopen in een set. De zilveren zijn helaas al op, tenzij je nog een van die laatste sets koopt. En de black nickel, die blijven natuurlijk gewoon beschikbaar. Want als jullie er meer willen hebben, gaan we ze gewoon bijbestellen. Hij is zo gaaf. En wil je nog eens even goed naar die coins kijken? Wil je nog even weten wat je moet doen als je er eentje wil aanschaffen? Ga dan naar mijn website www.geovlogs.nl. Want daar kun je precies zien wat je moet doen en wat ze kosten. En of ze uitverkocht zijn of niet. Oh, dat hebben we gehad. Dat momentje hebben we gehad. Die 10 lage landen 2022 Geocoin. Ik ben zo blij dat er is. Ik vind het zo'n kers op de taart. Nou, eigenlijk de eerste kers op de taart. Want de tweede kers op de taart komt natuurlijk in september zometeen bij het event. Hè? Maar
We gaan even, ik ga even trouwens met jullie weer terug naar die, naar die listing van het event, hè, komende zaterdag. Want ik ga daar uiteraard naartoe. Ik ga daar uiteraard naartoe. En ik ga eens eventjes gewoon live hier even de will attend doen. Eens eventjes kijken hoor. Natuurlijk ben ik aanwezig. Hoop jullie allemaal te zien. Op naar het hoofdevent in september. Nice! Eens eventjes kijken. Plaatsen. Hoppakee. Ik sta erop als het goed is. Even kijken. Eens even kijken. Natuurlijk ben ik aanwezig. Ik hoop jullie allemaal te zien. Ja, ik hoop jullie echt ook echt allemaal te zien bij dat event. Komende zaterdag. En het event is, ik kijk nog even voor de zekerheid. Oh, die staat trouwens daarbij. 2 tot 5. Van 2 tot 5. Vanwege dat er zoveel aanmeldingen waren, is hij van 2 tot 5. En ik ben dus wel heel benieuwd. Was eigenlijk nog steeds en nu nog steeds heel benieuwd van wat gaat er nou gebeuren die 5 maart, komende zaterdag 5 maart. En wat gaat er nou in de tussentijd nog gebeuren? Dus ja, ik heb natuurlijk maar Milan even geskyped, Jelle overigens. Ik wilde eigenlijk met Milan en Jelle skypen, maar Jelle ligt helaas nog in het ziekenhuis. Hij zit nog in een lappenmand. Heel veel beterschap, Jelle. Ik hoop dat het snel goed gaat. Dat je tegen de tijd van het grote event in september, dat je weer helemaal beter bent, up and running bent. Heel veel beterschap, man. En het gaat je goed daar. Dus ik heb alleen eventjes Milan gesproken over komende zaterdag en over het grote event in september. Hey Milan! Hallo! Hallo! Hey, leuk je weer te zien! Gezellig! We hebben net die prachtige Team Lage Landen coin gezien. En komende zaterdag gaat het gebeuren, hè? Want we gaan natuurlijk onderweg naar het hoofdevent. Het hoofd Team Lage Landen event op 3 september 2022. Maar zaterdag gaat het eigenlijk echt beginnen, hè? Ja, zaterdag begint het met een klein reclame-eventje. Een event waar we alle details die we dan al weten zullen bekendmaken. Dus ja, wil je weten wat er dan gaat gebeuren op 3 september, dan moet je erbij zijn, hè, in Benschop. Oh ja, dan moet je er echt bij zijn. En dat is over een paar dagen al. En ik heb gezien dat er hartstikke veel will attend zal zijn, hè? Ja, zeker. Ik denk nu een stuk of 75. Dus het is een groot succes. Oh ja, echt. Het wordt gewoon op dit eerste reclame-eventje wordt het al gewoon hartstikke druk. Moet je voorstellen hoe druk het wel niet gaat worden zometeen op 3 september, Milan? Kijk er nu al naar uit. Wauw, anders ik wel, ja, anders ik wel. Hey, kun je eens wat vertellen over jullie organisatie? Want er zit natuurlijk een hele organisatie achter, hè, dat Team Lage Landen event. Ja, eerst en vooral, ik ben niet de enige van het organisatieteam. We werken met een heleboel mensen die elk hun eigen vak hebben, hun eigen doel hebben dat zij willen klaarmaken. Dus er is iemand bezig met de locatie, er is iemand bezig met ontwerpen van dingen enzovoort. Ja. En zo werken wij samen aan een mooi geheel. En ik kan nu al zeggen dat wij heel goed al hebben samengewerkt en dat ik trots ben op het resultaat dat er nu al is. Wauw, ja, dat kan me helemaal voorstellen. Ja. En ik ben super nieuwsgierig, maar ik weet ook dat jullie niet al te veel prijs gaan geven. Hè? Wat wil je prijs geven over komende zaterdag, over die paar dagen waarin ik hoop dat er heel veel mensen zullen komen? Wat kun je vrijgeven over 5 maart, sorry. Komende zaterdag hebben we een event, dus in Benschop, van 2 uur tot 5 uur. We hebben het al een beetje moeten verlengen omdat er zoveel mensen zullen komen. Ja. We hebben besloten om elk 3:30, dus om 3:30, om 4:30 en om 4:30, een korte mededeling te doen. Dus we gaan dan vertellen wat we allemaal al weten over het event van 3 september. Ah, ja. Leuk. Ja, meer ga je gewoon niet prijsgeven, hè? Ik ga nog niet te veel prijs geven. Wil je weten wat er gaat gebeuren, dan moet je daar echt zijn. Sorry jongens, ik heb het voor jullie geprobeerd. Maar 5 maart, kom daar gewoon naartoe. Milan is erbij, ik ben erbij en 75 andere teams staan er ook bij. Is de organisatie er ook bij 5 maart? Een groot deel van de organisatie zal erbij zijn. Ja, leuk. Nou ja, en natuurlijk, los van al die mededelingen over 3 september, zal ik ook de coins meenemen. Dus mocht je denken van ik wil nog zo'n coin hebben of ik wil een coin bestellen. Nou weet je, dat kun je allemaal op dat 5 maart op het event doen. Komende zaterdag.
Nou zit er tussen 5 maart en 3 september zit nog best een tijd, hè? Ja. Wat zijn jullie van plan in die tussentijd? We zijn van plan om nog een paar extra events te organiseren, waarin we telkens extra details zullen prijsgeven over het event op 3 september. Die details zullen ook prijsgegeven worden in volgende livestreams van jou. En zo gaan we telkens wat meer vertellen aan de bezoekers wat ze kunnen verwachten op 3 september. Ja. Oh, leuk. Dus het is gewoon... Ja, nu weten we gewoon nog niks, jongens. En vanaf 5 maart, vanaf komende zaterdag, weten we al meer. En tussen 5 maart en 3 september komt ook weer een heleboel informatie vrij. En we gaan toe naar een geweldige datum, naar die 3 september, Milan. Het gaat eindelijk gebeuren, hè? 2022. We hebben hopelijk corona nu onder controle. Ja, 3 september, het moet gewoon gebeuren. Het jaar van Team Lage Landen, blijkbaar 2022. Dat zal het zeker worden. Oh, nou, super. Mooi, goed jou even gesproken te hebben, Milan. Ik ga jou zien, 5 maart, komende zaterdag in ieder geval. En ik ga 75 andere teams ook zien, komende zaterdag. Ik hoop dat de opkomst massaal is en dat het een hele mooie opstap is voor wat er na 5 maart tot aan 3 september het hoofdevent van Team Lage Landen allemaal gaat gebeuren. Bedankt Milan en wij gaan elkaar spreken. Tot zaterdag. Ja, tot zaterdag. Jo, tot zaterdag. Doei. We gaan elkaar zeker spreken. We gaan elkaar zeker spreken. Zeker 75 van jullie plus aanhang mensen die er meekomen. Ga ik jullie zien, ga ik jullie spreken. Wie weet kunnen we een hele gave Team Lage Landen groepsfoto maken. Hoe gaaf zou dat zijn? Maar ik hoop jullie echt allemaal te zien zaterdag. En daar krijgen we dus ook meer informatie van Milan en van de rest van de organisatie. Van wat er nou precies gaat gebeuren in september bij het grote Team Lage Land. En wat er tussen zaterdag en dus komende zaterdag en september het Team Lage Land event gaat gebeuren precies. Ik ben zo benieuwd. Oh, ik ben zo benieuwd. We hebben het. We zijn gewoon aan het einde. We zijn gewoon aan het einde. Een uur. Ja, ik dacht het al. Deze livestream gaat vast wat korter worden dan anderhalf uur. We zijn op een uur. Ik zie een aantal mensen al reageren hoor. Even kijken hoor. Sommigen kunnen wel, sommigen kunnen niet. Eens even kijken. Nou, we gaan het zien. Het weer wordt zeker oké. Geocine, het weer wordt zeker oké. Kijk maar eens in die buienradar app. Het wordt geloof ik een graad of 8, maar het wordt droog en een beetje zonnig. Het wordt een geweldige dag zaterdag. Ik hoop, kom allemaal die kant op. Heb je nog geen will attend geschreven? Schrijf dan gewoon nog die will attend. En we hebben het over een heleboel dingen gehad. Deze live uitzending. We hebben het gehad over de Dutch Geocoin 2022. Let nog even goed op, want we gaan weer ontwerpen. En misschien wordt jouw ontwerp wel de nieuwe Dutch Geocoin 2022. En hoe gaaf is dat? Als je een ontwerp hebt en die wordt uitgekozen. En die wordt professioneel gemaakt en geslagen en geverfd. En jouw coin wordt dan de Dutch Geocoin 2022. Gewoon je eigen coin. Hoe gaaf is dat, hè? Ik weet hoe gaaf dat is. Maar hoe gaaf is dat als jij je eigen coin hebt? Maar let op. In eind april, dus dat betekent maart en april, nog 2 maanden heb je tijd om te ontwerpen. Je hebt nog best wel de tijd, maar het is iets korter dan de vorige keer. Dus als je inspiratie hebt, ga gewoon aan de slag de komende week, de komende 2 weken. En als je zet, stuur het op. En je mag natuurlijk meerdere ontwerpen opsturen. Doe gewoon je best en maak er wat moois van. In mei, dus in de hele maand mei, zodra die verkiezing dicht is, zodra die wedstrijd dicht is, die niks meer kan insturen eind april, begint de verkiezing. En die verkiezing die duurt een maand. En in de hele maand mei kun je stemmen op jouw favoriete ontwerp. En dan is er eind mei is er dus het stem-event. En op dat stem-event kun je nog een keer gewoon gezellig langskomen natuurlijk uiteraard. Dat is sowieso heel gezellig. Maar je kan ook nog eens stemmen als je het nog niet gedaan hebt op jouw favoriete geocoin. En dan zijn er... Oh ja, als je een ontwerp hebt, heel erg belangrijk. Als je een ontwerp hebt, stuur het dan naar dutchgeocoin@gmail.com. Naar Tony, naar dutchgeocoin@gmail.com. Stuur daar je ontwerpen naartoe. Tony die ontvangt ze. Tony die stuurt ze weer naar mij. Ik zet ze op mijn website. En
iedere livestream. En vast ook wel eens af en toe op social media besteed ik aandacht aan die Dutch Geocoin, hoe het ermee staat. Ik hoop dat jullie massaal gaan insturen naar dutchgeocoin@gmail.com. Laat je inspiratie spreken. Laat je creativiteit de vrije loop. Want het is ongelooflijk gaaf, kan ik je uit ervaring zeggen, om een coin te hebben die dan vervolgens gemaakt wordt. En die je echt in je handen hebt en die meerdere mensen willen hebben. Hoe gaaf is dat? Hoe gaaf is dat? Oké, dan waren er nog twee vragen. Nog even jullie aandacht en dan zijn we bijna klaar. Nog twee vragen. De eerste vraag is, wie wil er een ontwerp-event organiseren? Overal in Nederland mogen ontwerp-events, eigenlijk is het niet eens mogen, maar Tony vraagt, wie vindt het leuk om een ontwerp-event te organiseren? Ontwerp-event kun je op allerlei manieren invullen en Tony die kan je daar heel goed over adviseren wat je allemaal kan doen. Maar de bedoeling is dat je dus daar gaat ontwerpen en vanaf daar ook met nieuwe ontwerpen komt die weer ingestuurd kunnen worden naar de dutchgeocoin@gmail.com. Wil je zo'n ontwerp-event nou organiseren? Vind je dat leuk? En het mooie zou zijn natuurlijk zijn als het er een paar zijn verspreid over Nederland. Stuur dan dat mailtje naar Tony. DutchGeocoin@gmail.com. En ik zorg ervoor dat elk event wat jullie al georganiseerd hebben, dat ik daarop terugkom in een van mijn livestreams. Dat we foto's gaan maken of video's of op wat voor manier dan ook doen. Maar ik ga er aandacht op besteden in mijn livestreams. Oké, tweede vraag. Wie heeft er een leuke locatie voor het stem-event? Tony gaat een stem-event organiseren. Dus dat event eind mei, hè, dus die definitieve laatste datum dat je nog kan stemmen op de Dutch Geocoin. Wie heeft er een leuke locatie? Als je iets leuks in je hoofd hebt, mooi is het natuurlijk als het een beetje in het midden van Nederland ligt. Stuur dan wederom even een mail naar dutchgeocoin@gmail.com. Dat waren de twee vraagjes. Wie weet hebben jullie wel ideeën daarvoor. Oké, dan hebben we het gehad over Team Lage Landen 2022. Jawel, jawel, jawel. 5 maart, komende zaterdag, in Benschop, is het eerste, ik zal het maar zeggen, reclame-event voor het grotere event in september. En veel meer informatie als je zaterdag komt naar Benschop, krijg je van de organisatie van Team Lage Landen-event in september. Wil je nou nog zo'n prachtige coin kopen? Ga dan even naar mijn website www.geofloss.nl. De zilveren zijn helaas uitverkocht. Ik moet jullie helaas melden, want ik heb een aantal berichten gehad, zag ik net al, dat er zeer waarschijnlijk de sets uitverkocht zijn. Dus de zilveren en de gouden zijn niet meer te krijgen. Maar de zwarte natuurlijk wel. Hè. Ga naar mijn website, zeg wat je wil. www.geofloss.nl. Heel erg gaaf dat jullie erbij waren. Heel erg gaaf. Mike, Knolpinda, Minerva, Jeanette en iedereen die ik vergeten ben. Tot later, jongens. Tot later. Bedankt dat jullie er weer bij waren. Tot zaterdag, hopelijk. Bam, 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 bam.